In dit filmpje wil ik iets laten zien wat ik bedacht heb om MCV-connectors uit elkaar te krijgen. Dit zijn de MCV-connectors voor zonnepanelen. Dit is het female deel waar wel juist een pinnetje in zit. Dus eigenlijk een male deel in een female deel. En hier uiteraard andersom zie je een holletje. Terwijl dit wel de mail is. Hij klikt omdat deze clipjes daarin vallen. Dus ik zal het demonstreren. Klik en dan zijn hier de pennetjes zitten erin. En door die allebei in te drukken, voldoende ver, kan je hem weer loskrijgen. Dat is alleen een beetje lastig, vergt wat oefening. Maar deze moet dus eigenlijk ingedrukt worden. Heb ik even gekeken van, nou, met een schuifmaat zou je datzelfde ook kunnen doen. Je doet de schuifmaat eromheen. Je drukt hem in, maar dan zie je al, dan kom je in een handtekort om aan de andere kant te trekken. Dus je moet dan de schuifmaat vastzetten. En dan kan je hem ook los trekken. Nou. Het is niet succesvol, of wel succesvol, maar niet geweldig. Daarnaast hou ik er niet van om een meetmiddel te gebruiken voor zo'n soort toepassing. Wat dan bedacht? Klik. Een wasknijper. Als we die wasknijper er overheen zetten, maar die moet wel de breedte dan hebben die hier nodig is. En die breedte die is 5 mm. En de wasknijper is pak een beetje een centimeter. Dus op de helft moet hij dus een stuk eruit. Dan heb ik dat bij een ander exemplaar met een ijzerzaag gedaan. Maar ik wil het graag met een kniptang proberen. De hele wasknijper splijt. Deze kant ook doen. Nou, dat gaat helemaal uit elkaar. Maar goed, stel we laten deze weg. En aan deze kant ook deze weg. Dus op deze manier is het mogelijk om een smalle wasknijper te maken. En die kunnen we dus gewoon hier overheen zetten. Waarna die dus gewoon open en dicht kan. Of dicht niet, maar open wel. Klik dicht, wasknijper erop, op die manier drukt hij keurig in en kan hij dus open. Dit is de truc speciaal wat je eenvoudig kan doen wanneer je een MCV connector moet losnemen en je hebt alleen een kniptang en een wasknijper ter beschikking. Veel plezier ermee.